sta hier aan het begin van de Schalkburgerstraat. En langs de hele wand van deze Schalkburgerstraat, van het begin tot aan het einde, zijn hier kleine figuurtjes te zien. Die allemaal op hun eigen manier zich haasten naar hun werk. Kantoorgangers heten ze. Mensen die elke dag opnieuw dezelfde gang maken, als een soort forense. Naar hun werk en weer terug, naar hun werk en weer terug. En hier sta ik dan onder de laatste vier van die kantoorgangers. Als u goed hebt geteld, dan hebt u meegeteld tot 12. Dat lokt een knipoog uit naar de 12 apostelen van Jezus. Die werden erop uitgestuurd, alle kanten op, om goed werk te doen. Deze 12 gaan naar kantoor. Ze gaan hun werk doen. Zorgen voor de dagelijkse kost. Zorgen voor het geld dat nodig is om te kunnen blijven leven. Maar de vraag is toch altijd, wat voor zin heeft het eigenlijk? Dat we ons uitsloven in werk, als er niet ook andere dingen zijn die we belangrijk vinden.